De Tesselaars noemen het bos tussen de Koog en Den Horen de Dennen. Het is rond de eeuwwisseling van de 19e en 20e eeuw aangeplant. Er staan inderdaad veel dennen, maar op veel plekken groeien ook andere bomen. Het bos werd geplant om, zoals dat heette, woeste gronden te ontginnen. Die moesten agrarische grond en productiebos worden. Tegenwoordig zijn recreatie en natuurbeleving de hoofdfuncties. Daarom probeert Staatsbosbeheer er nu een meer gevarieerd, natuurlijker bos van te maken. Van de oude heidevelden zijn in de dennen nog enkele snippertjes overgebleven. Dennen en andere bomen kunnen slecht tegen de zeewind. De zoute druppeltjes in die wind doen de naalden en knoppen uitdrogen. Om de dennen te beschermen werden aan de westkant windsingels geplant. De voorste boompjes groeien niet hard en ze blijven laag. De tweede rij wordt alweer wat hoger en de derde rij nog wat hoger. Zo ontstaat een gesloten, oplopende windsingel. Maar ook naaldbomen kunnen, met gepaste maatregelen, in de bosrand overleven. Daarom worden ze zo gedund dat ze zoveel mogelijk groene takken houden. Ze kunnen hierdoor meer weerstand bieden tegen het zout. Deze dennen aan de westrand beschermen zelfs het achterliggende bos tegen de zeewind. Ook wordt geprobeerd het bos zichzelf te laten verjongen uit zaad. Zo'n bos is meer bestand tegen het zout dan aangelegd bos.